Verschillende organisaties en individuen hebben vandaag hun ondersteuning geboden aan een slachtoffer van seksueel misbruik. Het gaat hierbij om een geval waarop er al 3 jaren op een uitspraak wordt gewacht. Het meisje dat actief was in een voetbalclub is op 14-jarige leeftijd seksueel misbruikt door haar coach. Maggie Smeets, activist voor seksuele rechten, zegt dat de bedoeling van dit protest is om te tonen dat de samenleving het onacceptabel vindt dat in een geval waar er genoeg bewijs is, er maar geen uitspraak komt. En in de praktijk wil dat zeggen dat de dader gewoon nog op vrije voeten rondloopt en dat de pupil waar het om gaat dus niet meer kan voetballen, want de trainer loopt nog daar rond. We hoopten natuurlijk heel erg dat er vandaag wel een uitspraak zou komen. We hebben vernomen dat dat weer niet het geval is, omdat er is steeds weer een andere reden voor uitstel. Ze zijn van advocaat verwisseld en de advocaat had dan nog weer niet alle stukken. En een andere keer wilden ze nog een getuige oproepen en nog weer een andere getuige. Wij hebben natuurlijk geen rechtstreekse invloed op het rechtsproces, maar we wilden wel een hele duidelijke boodschap afgeven. Het effect is wel dat je het gevoel hebt dat er geen recht gesproken wordt. Het gevoel wat ontstaat bij slachtoffer en familie is dat ja, we hebben gesproken, we zijn opgestaan voor ons recht, maar er gebeurt niets. Dus de actie van vandaag had eigenlijk 2 doelen. Het was duidelijk maken voor het gerecht van weet je, we wachten al 3 jaar en dat is echt veel te lang. Maar het was ook een hart onder de riem steken eigenlijk van dit slachtoffer en deze ouders, maar eigenlijk alle slachtoffers en alle mensen die die strijd wel aangaan en dan merken van weet je, er zijn echt maar heel weinig mensen die met mij staan. Smeets vindt dat de Surinaamse gemeenschap liever niet geconfronteerd wordt met seksueel misbruik. We willen liever niet denken aan de consequenties. Personen praten liever niet over dit onderwerp, zegt Smeets. Het is makkelijk om te zeggen, ik ben er tegen, ik vind het zo erg als het mijn kind was. Maar de vraag is, als het niet jouw kind is, wat is het dan minder erg? Want we vinden wel dat de dader veroordeeld moet worden als we hem niet kennen. Maar als het onze geliefde coach is, als het onze voorganger is, als het onze oom, vader, zoon, neef is, dan verandert dat ineens iets aan de zaak. En dat is waarom zoveel daders ermee wegkomen. En waarom zoveel slachtoffers ermee blijven zitten. En dat moet veranderen. We moeten, als we zeggen we nemen seksueel misbruik serieus, dan moeten we er ook echt voor gaan staan. Dan moeten we zeggen, ook al is het mijn broer, ook al is het mijn vader, ook al is het iemand van wie ik hou, dit is niet acceptabel, dit kan niet. Maggie Smeets, activist voor seksuele rechten. Het protest is volgens haar goed verlopen, waarbij diverse organisaties die tegen seksueel misbruik zijn, hun ondersteuning hebben geboden.